Suriname is nog niet klaar voor de veranderingen en ontwikkelingen die meekomen met de olie- en gassector, zei Shada Ganga, directeur van Stichting Projecta, gisteren tijdens een presentatie van onderzoeksrapporten over hiaten in capaciteit en wettelijk kader voor offshore olie en gas. Ganga heeft aan dat Suriname goed moet omgaan met de zegeningen die meekomen met de veranderende sector. Want dat kan een kans zijn, maar het kan ook een bedreiging zijn als we niet goed ermee omgaan. We kijken ook naar de schuldencrisis en klimaatverandering. En waar we naar willen kijken is hoe die drie dingen met elkaar samenhangen. En daarbij, daaronder liggen natuurlijk misschien wel de allergrootste bedreiging, de politieke verhoudingen. En als project, dan wij kijken altijd naar bestuur, naar governance en we kijken naar hoe ga je om met deze bedreigingen? En voor ons ligt het antwoord in de manier waarop je bestuurt. We hebben ook gekeken en waar wij naar willen kijken in de komende jaren zijn de effecten van deze bedreigingen op democratie, rechtsstaat, mensenrechten, milieu, ongelijkheid, social justice en dan diverse groepen zoals vrouwen, kinderen, mensen met een beperking. En indigenous en tribal people. Met de veranderingen in de olie- en gassector komen er nog vele bedreigingen af op Suriname. Versha Housiel, consultant mapping study en wettelijk kader, meent dat er ook aandacht besteed moet worden aan milieuwetgeving in het traject naar ontwikkelingen in deze sector. Ik ga over tot het wetgevingskader. Een belangrijk artikel, bij jullie ook bekend, het artikel van de grondwet 41, dat natuurlijke hulpbronnen zijn dus eigendom van de staat, van de natie en dienen te worden ingezet, heel belangrijk, economische, sociale en culturele ontwikkeling. Zie dit meer ook als een basis dat de grondwet biedt om in principe zaken verder uit te werken in policies, in wetgeving. En inderdaad ook in implementatie van plannen en van wetgeving. Naast de presentatie is er ook gediscussieerd over het onderzoek met deskundigen uit de olie- en gassector. Housiel gaf aan dat de discussie wordt meegenomen om het onderzoek te finaliseren.